Wow, dit is echt heel lang geleden dat ik nog voor de camera gezeten heb. En als ik er niet naast zal, 2,5 maand of zo, zoiets denk ik. Dat is best wel lang. En in die 2 maanden is ook heel erg veel gebeurd. Niet echt iets spectaculair, geweldig, mega, ja. Ik weet niet, maar ik heb dus 2 maanden niet geüpload op YouTube. En daar heb ik natuurlijk mijn uitleg voor, mijn reden voor. Concreet is het gewoon, ik had er eigenlijk geen zin in om het te doen. Om daar aan te beginnen en al op editen. En ik had ook gewoon heel weinig tijd met school. En ik weet dat dat al een heel lange tijd mijn excuus is. Maar dat is ook zo. Ik zit in mijn laatste jaar en ik heb het gewoon heel erg druk. Ik heb het ook druk met dansen en wedstrijden en nog van alles. Dus ik ben echt al heel veel druk bezig. En dan komt de tijd om YouTube-filmpjes te maken er gewoon niet echt voor. En dan heb ik daar niet echt tijd voor. Maar nu is er wel iets waardoor ik terug ben begonnen. Namelijk, ik heb volgende week examens. En ik weet dat heel veel van jullie ook examens hebben. Natuurlijk, die van het 4e, 5e of 6e hebben niet altijd examens. Bij ons op school hebben we er 4 van mijn 4 hoofdvakken. En ik wou dat wel heel erg graag vloggen. Want zo'n vlogs maken vind ik echt super leuk. En dat vind ik nog steeds super leuk. Ik heb dat ook bijvoorbeeld met vlogmas gedaan. Had ik ook examens. Heb ik daar ook heel veel rond gevlogd. En die video's bevielen jullie echt super goed. Dus daar ben ik heel erg blij voor. Dus ik ga weer examen vloggen. En dat begint vandaag. En dat loopt tot volgende week vrijdag. Dus dat is echt super goed. En daarna vertrek ik met school voor een week naar Barcelona. Dus dat is ook echt keitof. Daar heb ik ook wel zin in. En dan is het een week paasvakantie. 2 weken paasvakantie. En in de 2e week van de paasvakantie ga ik ook nog skiën. Dus dat is echt heel leuke vooruitzichten. Alleen examens. En ik ga je dus vanaf vandaag meenemen terug. In mijn examen. Rituelen en alles. Ik ga even een planning maken in mijn mashup planner voor vandaag. En dan laat ik dit even aan jullie zien. Ik heb trouwens ook geen mascara vandaag. Maar nou, zwart. Even een side note. Ik heb normaal vandaag training van 8 tot 9. En morgen van 6 tot 7. Maar ik ga niet trainen vandaag en morgen. Want ik heb vorige week woensdag tijdens de training mijn voetpijn gedaan. En ik ben daarvoor gisteren naar de dokter geweest. En die zei, ja, nog goed rusten. En ik moet ook zo'n soort gel smeren. Want ik heb zondag wedstrijd. Ja, ik heb de zondag voor mijn examen wedstrijd. Maar ik heb de zondag wedstrijd. En ik moet die eigenlijk wel kunnen meedoen, die wedstrijd. Dus daarom moet ik deze week goed rusten nog. Allee, rusten. Ik kan wel normaal wandelen en zo, maar dansen, dat zou niet gaan. Zeker niet sprongen doen en zo. Dus ik ga vandaag en morgen niet trainen. En eigenlijk komt dat nog wel relatief goed uit. Ik vind het heel erg dat ik niet ga. Maar dan kan ik goed voor school werken vandaag en morgen. Dus, dat wil ik even vertellen. Maar ik ga nu dus laten zien wat ik ga doen vandaag. We zijn dus vandaag dinsdag. En ik moet mijn SW-samenvatting afmaken en een filmpje voor SW afmaken. We moeten een filmpje maken voor onze lesactiviteiten, noemt dat. Ja, dus daar moet ik een filmpje voor afmaken. Moest dat dit? Dit ga ik straks in mijn bed doen. Als eigenlijk zo... Oh, waarom focust dat nooit? Ja, oké. Okay. Dit ga ik straks doen, dus echt als allerlaatste. Want dat vind ik het leukste. Dus dat doe ik als laatste. Moest dit nu sneller klaar zijn dan ik had gedacht, dan ga ik al een stukje NW samenvatten. Dan moet ik daar morgen minder voor doen. Donderdag ga ik voor NW al leren voor het examen. En dan heb ik hier zondag wedstrijd in Ieper. Dus dat is ook echt voor mij heel ver. Dat is dus voor vandaag wat ik ga doen. En dat moet wel goed komen.
ik heb ook nog een stukje NW samengevat. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat ik dat al gedaan heb. Dan moet ik dat morgen niet meer doen. Hallo daar, het is vandaag donderdag. Nee. Het is vandaag woensdag. En mijn haar is een beetje raar. Maar ik heb het zo'n lang dutje. Ja, dus dat ziet er een beetje raar uit. Het is nu met 7 uur. En ik ga nog samenvatten voor natuurwetenschappen. Voor het examen dan natuurlijk. Ik ging dus zoals gisteren vandaag ook niet trainen. Dus ik ga nu nog wat voor school doen. Deze namiddag heb ik niet echt keiveel voor school gedaan. Want ik moest nog, alleen niet voor de examens, ik moest nog iets anders voor school doen. En ik moest ook nog ergens naartoe. Dus ik ga nu nog wat voor school doen. En ik wil ook nog graag even vertellen dat deze vlogs echt heel, heel schoolgericht gaan zijn. Dus het gaat echt alleen over school en examens gaan. Ik ga misschien ook hier en daar wel een paar andere stukjes filmen. Maar voornamelijk gaat het over examens en school gaan. Dus ik ga nu nog wat samenvatten voor natuurwetenschappen. En dan hoop ik dat op een uurtje toch al wel heel veel gedaan te hebben. Ik wil ook heel graag morgenavond kunnen beginnen leren voor NW. Want dat is mijn eerste vak, namelijk dinsdag. En ik heb zondag nog wedstrijd. Dus ik verlies eigenlijk een hele zondag om te leren. En dat vind ik heel, heel ambetant. Maar het is wel zo. Dus ik ga morgen beginnen leren voor natuurwetenschappen. En de rest moet ik normaal op 1 namiddag gedaan krijgen. Dus ik ga morgen beginnen leren voor NW. Maar dat zien jullie in een paar shots hierna. Of in een volgende shot. Ik ben dus nu aan het leren voor mijn examen NW dat ik volgende week dinsdag heb. En zoals ik al zei, heb ik dus een schemaatje gemaakt. Dat zit nu zo op de... zo wil het blijven recht staan. Nee, ik ga het even platleggen. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb de 4 delen opgeschreven die ik moet kennen. En dan de pagina van mijn samenvatting. En dan heb ik daar 3 vakjes telkens achter gezet. Het eerste vakje is geleerd. Het tweede vakje is herhaald. En het derde vakje is nog eens herhaald. Dus ik wil uiteindelijk alle pagina's op zijn minst geleerd en 2 keer herhaald hebben. Het is nu trouwens 7:15. Dus ik ga wel goed moeten doorwerken. Maar ik heb voor het eten eigenlijk ook al wat geleerd voor mutaat. Ah, mij. Voor mutaties bijvoorbeeld. Dus dat eerste blad en die twee, een paar eerste bladeren, die gaan nog redelijk snel gaan. Mijn haar is vandaag echt... Ja, zwart. Dus dat gaat wel redelijk vlot gaan en ik hou jullie op de hoogte. Ik vind het echt prachtig. Misschien moet ik er wel bij zeggen, want ik heb zo ook wel een beetje het gevoel dat het zo is. Ik heb het gevoel dat deze vlog nogal tamelijk saai is. Ik heb niet zo heel veel verteld. En ik heb vooral geleerd in de stukjes dat ik voor jullie gevlogd heb. Maar dat was ook eigenlijk een klein beetje mijn bedoeling. Maar ik ga wel proberen in de volgende vlog ook wat meer zo terug te vertellen. En wat ik aan het doen ben. En hoe ik dingen ga aanpakken en zo. Want daar heb ik gemerkt dat jullie dat bijvoorbeeld mijn vlog misschien heel leuk vonden. Dus ik ga dat nu zo vanaf de volgende vlog zeker meer proberen te doen.
Ik ga nu leren en stoppen met praten en ik zie jullie zoiets. Ik ben dus keihard vergeten deze vlog af te sluiten. Het is al het is al zaterdag vandaag en ik ben dus deze vlog eigenlijk vergeten af te sluiten. Deze vlog komt vandaag online om 4 uur. Dus ik heb vandaag nog een stukje gefilmd als jullie dit zien op zaterdag. Ik ben dus vergeten af te sluiten en ik ga zo dadelijk in dezelfde outfitpositie en alles de nieuwe vlog openen. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik wil dus heel graag deze vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Doe zeker even een duimpje omhoog als je hem toch een beetje leuk vond. Laat zeker nog een comment achter met wat tips over hoe ik een volgende examenvlog zou moeten aanpakken. En vergeet ook zeker niet even te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van al mijn examenvlogs. En vlogs die erna gaan komen of andere video's. Ik zou het in ieder geval heel erg leuk vinden. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Dag!